4 jaar moet hij de cel in. De man die begin dit jaar een 6-jarig meisje in zijn auto lokte, ontvoerde en misbruikte. Het gebeurde op de Dierense Laan in Den Haag. De buurt is nu opgelucht. Ik ben Herman Anninga. En ik ben Kirsten van Dissel en dit is TV West Vandaag. De uitspraak in de ontvoeringszaak Dierense Laan dus, maar ook. Veel gemeenten doen niet mee met Burgernet. De bus rijdt weer dankzij vrijwilligers. Blinden niet blij met rolstoelvriendelijke stoepen Leiden. Ja, voor het ontvoeren en misbruiken van een 6-jarig meisje is een man uit Den Haag vandaag veroordeeld tot 4 jaar cel. En dat is gelijk aan de straf die het Openbaar Ministerie had geëist. Rechtbank. Verdachte heeft bij dit alles kennelijk steeds uitsluitend aan zichzelf gedacht. En in het bijzonder aan zijn eigen seksuele lusten. Hij heeft geen enkel oog gehad voor het lichamelijke en geestelijk welzijn van de zeer jonge slachtoffers die hij heeft benaderd. En de enorme impact die dit soort delicten op de slachtoffers, hun ouders en anderen kunnen hebben. Het meisje werd in maart met een smoes door de man in zijn auto gelokt. Hij reed met het kind door de wijk, misbruikte haar en zette haar na 10 minuten weer uit zijn auto. Het Openbaar Ministerie had de maximale straf geëist en daar gaat de rechter in mee. Als strafverhogende factoren laat de rechtbank daarentegen meewegen dat verdachte geen enkel inzicht heeft getoond in zijn motieven. Daarnaast weegt de rechtbank de jonge leeftijd van het 6-jarige slachtoffer en de geschokte rechtsorde als strafverhogende factoren mee. De man was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hij ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Zijn advocaat wil eerst met hem overleggen voordat ze met een reactie komen. De ontuchtzaak maakte destijds veel los op de Dierense Laan en in de buurt. Onze rechtbankverslaggever Vincent Veeman is nu op de Dierense Laan. Hoe is daar gereageerd, Vincent? Ja, mensen zijn op zich natuurlijk opgelucht dat hij nu eindelijk achter slot en grendel gaat. Er was destijds al heel veel onrust hier in de buurt toen de zaak speelde. Want ja, ik heb hier net rondgelopen. Heel veel mensen met kinderwagens, kleine kinderen die hier rondlopen. Ja, het zal je kind maar zijn dat ineens in een auto getrokken wordt. Dus het feit dat hij nu achter slot en grendel zit, daar zijn ze wel blij mee. Ja, Vincent, de lengte van de straf, 4 jaar, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Wat vinden de mensen daar van die opgelegde straf? Ja, dat is vervolgens natuurlijk de tweede vraag. Van wat vindt u dan van de hoogte van die straf? Mensen zijn blij dat hij achter slot en grendel zit, maar vinden wel dat dat veel langer zou moeten. Want ja, over 4 jaar staat hij alweer op straat. En daar zijn heel veel mensen het niet mee eens. Het is 4 jaar met de aftrek van 8 maanden. Dat vind ik heel weinig. Het zou je kind maar zijn. Dat is bespottelijk. Ze mogen hem voor mij castreren. Ja. Ja. Dat is veel te weinig. Ik heb zelf een dochter. Dus ik vind, na 4 jaar is die man vrij. Wat dan? Ik zelf vind persoonlijk dat het te weinig is. Mensen die gewoon moeten over kinderen opblijven. Hoe oud ook, kinderen zijn onschuldig. Dus altijd van de klauwen op kinderen opblijven. Gewoon levenslang opsluiten. Of chemische castratie, of wat dan ook. Met je poten van kinderen afblijven. Klaar. Ja, castreren zeker. Ja. En nooit meer in aankoming met kinderen. Nooit meer. Ja, Vincent, dat is duidelijk. Justitie vroeg ook zo'n hoge straf om hem te beschermen tegen de buurt. Is dat nodig, denk je? Nou ja, je merkt dat mensen er echt heel boos worden van dit verhaal. Er is destijds naast deze die nu veroordeeld is nog een tweede verdachte aangehouden. Die is later vrijgelaten omdat hij niks met de zaak te maken had. Maar voordat ze daaruit waren, waren al wel al zijn ramen ingegooid. Dus ik kan me voorstellen dat ze ook hem een beetje in bescherming willen nemen. Vincent Veeman, dankjewel. Een sms'je of een spraakbericht van de politie als er bij jou in de buurt een inbraak is gepleegd of iemand vermist is. Dat is in het kort de Burgernet. Alle gemeenten die onder de politie Haaglanden vallen, zijn aangesloten bij Burgernet. Ja, dat is Haaglanden. Maar naar het noorden, in de politieregio Hollands Midden, is dat heel anders. Met alle gevolgen van dien. Van de 25 gemeenten in het gebied van Korps Hollands Midden doen er slechts 12 mee aan Burgernet.
Sommigen vinden de kosten te hoog of ze gebruiken andere opsporingsmethoden. We denken dat dat op een andere manier, moderne manier, zoals bijvoorbeeld met social media, net zo goed kan en misschien zelf wel ietsje beter. Iedereen kan zich opgeven voor Burgernet. Bijvoorbeeld bij een vermissing, een inbraak of een overval stuurt de politie een spraakbericht of sms naar een bepaald postcodegebied. Dit is een bericht voor Burgernet. In verband met een vermissing van een 5-jarig jongetje vanaf de Conradstraat te Katwijk wordt u verzocht uit te zien naar een blanke jongen genaamd Robin. De resultaten liegen er niet om. Tot en met augustus zijn er op Politie Hollands Midden 289 burgernetacties opgestart. 10% was succesvol. Er werd een verdachte opgepakt of een vermiste teruggevonden. Wat kost Burgernet voor een gemeente? Voor een gemeente in Hollands Midden kost Burgernet ongeveer 35 cent per inwoner. Nee, dat zijn geen hele grote bedragen, maar het is ook wel weer geld van de gemeente dat wel eerst verdiend moet worden. Dus wij zijn altijd wel heel voorzichtig met het uitgeven van onze centen. Twitter is gratis, maar volgens de politie werkt dat niet zo goed als Burgernet. Twitter is als een doos tennisballen. Die gooi je de lucht in en je ziet wel waar het terecht komt. Burgernet is een heel gerichte actie. Je hebt maar een handje vol tennisballen nodig en die berichten zet je dus direct weg bij de mensen in de buurt die daar aanwezig zijn of aanwezig waren. Twitter is dus geen vervanging van Burgernet? Nee, het kan er heel goed naast bestaan. Onze berichten worden via die voor de sms eruit gaan, die worden ook op Twitter doorgezet. We hebben 10.000 volgers, maar het is en-en, het is niet of. Het is de centen meer dan waard. Veiligheid heeft bij mij geen prijs. Morgen ook uitgebreid aandacht voor Burgernet in Team West. Ja, straks in deze uitzending een verzamelaar van champagnecapsules. Nou, mijn dag is weer goed. Ik heb er nou weer 25 bij. Dus het zijn er 1325. Dus ik heb er nog 28.000 en een klein beetje nodig. Delft wil betaald parkeren gaan gebruiken als melkkoe. De gemeente komt 1 miljoen tekort en wil dat binnenhalen door in gebieden waar nu alleen vergunninghouders mogen staan ook parkeermeters neer te zetten. Er moet dan wel erg veel betaald worden. En de buurtbewoners zijn dan ook woedend. De man waarop de politie in Leiden zaterdag heeft geschoten is nog steeds spoorloos. De bestuurder weigerde tijdens een verkeerscontrole in Den Haag te stoppen. Tijdens een achtervolging reed hij opzettelijk tegen een motoragent aan die vervolgens op de auto schoot. De achtervolging eindigde bij recreatiegebied Vlietland in Leiden, waar de bestuurder er te voet vandoor ging. Ja, de verandering van het klimaat heeft ook positieve gevolgen voor Den Haag. Het wordt langs de kust droger en zonniger. Volgens een nota van wethouder Baldeusin krijgen we mooier winkelweer en langer zwoele zomeravonden. En dat is dan weer goed voor de economie. De keerzijde is trouwens wel dat tijdens warme zomers waarschijnlijk meer mensen doodgaan. Hij rijdt weer, buslijn 47 in Leidschendam. Vorig jaar december was de laatste rit, maar dankzij vrijwilligers kan er weer worden opgestapt. Ja, ballonnen en slingers dus. De gemeente regelt het samen met de stichting WOEI. En dat staat voor Welzijn Oud en Jong. Met het doorknippen van een reuzenstrik is de bus vandaag officieel in gebruik genomen. De subsidie voor de bus is voor de komende 3 jaar gegarandeerd. Het gaat hier om een lijn 47 die niet meer haalbaar is met professionele krachten. Het werd gewoon veel te duur. Er waren te weinig reizigers. Nu doen we het met vrijwilligers. En dan zie je dat je voor een fractie van de oorspronkelijke prijs zo'n lijn toch in stand kunt houden. En dat is heel belangrijk voor met name de ouderen in Leidschendam-Voorburg. 5 keer per dag rijdt de bus van Leidschendam-Zuid naar Leidschendam-Noord en terug. 20 vrijwilligers zorgen ervoor dat de bus kan rijden. Dit is voor mij een heel klein busje, dus ik heb met grote interlijners gereden. Dus dit is voor mij kinderwerk een beetje. Maar ik vind het erg leuk om na je pensioen dus nog wat te blijven doen. Wie lid is van Stichting WOEI betaalt 1 euro per rit. Niet dagelijks gebruik van, want ik fiets nog gewoon en dus dat gaat wel, ik krijg geen auto. Maar als het echt slecht weer is en ja, je moet ergens naartoe, ja, dan zal ik er zeker gebruik van maken. Ja. Met minimaal 8 passagiers per dag blijft de bus rendabel. Nou, een klein busje wordt er gezegd. Groot plezier, zou ik zeggen. Ja, toch? En voor 1 euro per ritje? 1 euro, geweldig. Heel goed. Ja. Voor het geval u het nog niet wist, oktober is de maand van de brandpreventie. De brandweer Hollands Midden toert daarom rond met een tot huiskamer omgebouwde rookcontainer om de mensen te wijzen op de gevaren van een woningbrand. Ja, het lijkt me doodeng, dat is het ook eigenlijk. Maar dit weekend durfde burgemeester Timmers van Oegstgeest de uitdaging wel aan. We staan in een container, ingericht als woonkamer.
Die gaan we zo meteen vol met rook zetten, zodat mensen kunnen ervaren wat het is om uit een woning te lopen die vol met rook staat. Kijk eens. Je ziet echt geen bars. Nee. Nou, nee. Ja, ik... Oh, god, er zit nog iemand. Echt waar? Ja, dat zien we vaak. Dat, je ziet, het is maar een container van 5 meter lang. Maar toch lopen mensen tegen spullen aan waarvan ze zeker wisten dat die op een andere plek stonden. Even een foto wachten. Ah, we hebben het gered. Wie heb je gered? Je ziet. Ik vond het eng. Je ziet inderdaad geen biet als je daar binnenkomt. Je loopt tegen stoelen aan, tafels aan. Je bent gewoon... Dit is een kleine ruimte, maar je bent helemaal gedesoriënteerd. En hebben de dames nog een tip nu jullie hier die container binnen zijn gegaan? Nou, leer bewust kijken en raak niet in paniek. Dat is heel belangrijk. Ja. Ik krijg het al Spaans benauwd als ik er naar kijk. Dapper dat ze het durfde trouwens. Zeker, ik heb het wel eens gedaan. Je ziet echt geen hand voor ogen. Ja, dat is behoorlijk eng. Straks, blinden en slechtzienden hebben het moeilijk in de binnenstad van Leiden, want de stoepranden zijn aan het verdwijnen. De gevel valt weg, dus ga ik op zoek naar de stoeprand en die vind ik niet. En daar is hij weer, de rubriek Wat verzamel jij in hemelsnaam? Ja, kwam vroeger niet verder dan voetbalplaatjes. Nou, wij hebben ze van allerlei pluimages, de verzamelaars. We hadden een Sinterklaas inpakpapierverzamelaar, een puddingvormend friek. En vandaag gaat het over een champagneverzameling. Ja, niet van flessen of van de goddelijke inhoud, maar van de capsules op de dopjes. In Frankrijk en België sterft het van deze verzamelaars. In Nederland wordt het ook steeds populairder. De capsule is het metalen plaatje wat in het netje... Het gaat dus echt om dit metalen plaatje. De passie voor dit metalen plaatje begon bij Harry uit Den Haag 5 jaar geleden, tijdens een vakantie in Frankrijk. En sindsdien is die helemaal verkocht. Dit is een serie die ik hier heb staan van de Castellana. Die maakt ieder jaar 10 nieuwe dopjes. Ik heb er hier eentje in zitten. Die heb ik toevallig vorige week gehad. Deze is een van Laurent Pied. Dat is een bekend merk. Dan zijn die dopjes ook minder waard. Maar toevallig zit er 1 zilveren tussen. Die is weer 8 keer zoveel waard. Ja, en dat is het leuke ervan. Hoe meer je er hebt van een serie. Zoals zoveel verzamelaars kan ook Harry niet echt uitleggen waarom die verzamelt. De kick zit hem vooral in het sparen zelf. Ik heb er ongeveer nu 1300 van de 30.000 ongeveer die er zijn. 30.000? Er zijn 30.000 verschillende champagne dopjes. Je krijgt nooit alles voor elkaar. Dus er staan hier 30.000 staan er hierin. Maar er zitten zulke kleine verschilletjes tussen. Dit is een witte sjaal en dit is een grijze sjaal. Wie is dat? Mevrouw Vijverkiko. De bedenkster van de champagne. Nou, ik heb hier toevallig eentje. Het was de voorzitter van de Belgische vereniging. Die is plotseling gestorven. En daar hebben ze ook een dopje van gemaakt. Maar het probleem is, hoe kom je aan die dopjes? Want al die flessen zelf leeg drinken is natuurlijk niet te doen. En daarom heeft Harry originele oplossingen gevonden om aan zijn champagnecapsules te komen. Je gaat dus ook proberen andere dingen te sparen voor mensen om te ruilen. Ik verzamel bijvoorbeeld potloden. Potloden, speciaal met een gummetje aan die iemand spaart. En hij spaart... Capsules voor mij. En die potloden stuur ik op naar Zwitserland. Zo bewaar ik ook op het ogenblik. Ik doe er verder niet veel mee. De plaatjes van Albert Heijn. Er zal echt wel iemand komen die dat wil ruilen met me. Ik heb hier bijvoorbeeld weer een pakje postzegels liggen. Er komt echt wel weer iemand die postzegels spaart. En zo ruil je dus alles. Goedemorgen Ivo. Zit er nog wat in de bak? Maar dat is niet alles. Harry heeft ook iets bedacht voor in de winkels. Dit is een verzamelkoker. Die heb ik bij de betere slijterijen staan en bij betere restaurants. Dat de mensen van mij sparen dus. Wie helpt mijn verzameling champagnecapsules uit te breiden? Wilt u ze in deze koker doen? Alvast bedankt. Nou, mijn dag is weer goed. Ik heb er nou weer 25 bij. Dus het zijn er 1325. Dus ik heb er nog 28.000 en een klein beetje nodig. Nou, ik hoop dat jullie me meehelpen. Dus met sparen. Bedankt. Okay. Nou, nu snap ik het pas. Je verzamelt dus andere dingen om aan je eigen verzameling te gaan werken. Ja, bijzonder, hè? Ja, ongelooflijk. Willen jullie Harry nou helpen? Kijk dan op onze site voor meer details. Ik heb trouwens wel een oplossing. Ik wil geen drankmisbruik promoten, maar allemaal aan de champagne. Alleen voor Harry dus, hè? Ik doe mee. Goed, we gaan naar de binnenstad van Leiden. Daar wordt het steeds onveiliger, terwijl de gemeente juist bezig is met het opknappen van veel straten.
En dat het onveilig wordt, zeggen de mensen van de NVBS, de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Bij het oplappen van de straten en trottoirs verdwijnen veel stoepen. Ja, het is allemaal goed bedoeld en erg handig ook voor de mensen die niet goed ter been zijn. Maar als je slecht ziet, is het levensgevaarlijk. Want waar eindigt het trottoir en waar begint de weg? Sta ik nu weer midden op straat? Rudolf Kastens is zeer slechtziend. En hij heeft de grootste moeite om in Leiden op de stoep te blijven. Waar is hier de stoep? Het grootste probleem in Leiden is de nieuwe opzet van de stad, waarbij alle stoepranden worden weggehaald. De gevel valt weg, dus ga ik op zoek naar de stoeprand. En die vind ik niet. En op het moment, nog altijd zoekende naar de stoeprand, sta ik nu al midden op de straat. En een auto die hier toevallig voorbij komt, die neemt me mee. Een eind verderop bij het stationplein gaat het ook mis. Oh, waar is mijn gidslijn nou? Ik ben het weer kwijt hier, ja. En hier is helemaal geen onderscheid, geen niveauonderscheid meer tussen stoep en straat. En ja, dan weet ik even niet waar ik heen moet. De stoepranden verdwijnen. Dit is weer de stoep. Het is dat u het zegt, want ik voel het nergens aan. Of stoepranden worden ineens trappen of eindigen in het niets. Het lijkt wel een eiland. De minder valide zijn blij met stoeprandloze straten. Maar voor mensen zoals Rudolf kan deze ontwikkeling grote gevolgen hebben. Zoals het plan zegt, zich over de hele stad gaat doorzetten, betekent dat de stad voor ons in feite ontoegankelijk wordt. Dat wij vanwege veiligheidsredenen niet meer zelfstandig naar de stad kunnen. Op dit moment ligt er een petitie bij de gemeente Leiden met maatregelen om de binnenstad weer veiliger te maken voor blinden en slechtzienden. Want het moet nu, want nu wordt de stad gerenoveerd en als we nu er niet zijn, dan ligt het weer 20 jaar verkeerd. In Den Haag kennen ze dit probleem ook. Volgens Rudolf is de grote marktstraat voor blinden en slechtzienden haast onmogelijk te belopen. Het zijn van die dingen waar je eigenlijk nooit bij stilstaat. Nee. Tenminste ik niet. Maar nu dus wel. Ja, het weer dan. Na al de regen van het afgelopen weekend was het wel weer even genieten vandaag hoor, van het zonnetje. En nu maar hopen dat de regen nooit meer terugkomt, Huub. Nou, die regen komt toch wel weer terug. Morgenochtend, misschien later vannacht al. Je kan het al een beetje zien op het kaartje. Dat is dus wel morgenochtend. Die regen trekt wel weer weg naar het oosten. Dus komen er morgen ook wel weer wat opklaringen. Maar het blijft wisselvallig. Temperaturen kunnen langzamerhand wat hoger worden. Maar niettemin, het blijft wisselvallig. En hoeveel regen er afgelopen weekend is gevallen, dat hoort u zo dadelijk in het langere weerbericht. We zijn er bijna doorheen. Jammer, hè? Ja, maar niet voordat we goed nieuws hebben gebracht over het Bono-meisje. Ja, want afgelopen vrijdag hadden we het er al over. Hè? Wie is toch dat meisje dat in 1980 samen met Bono stond te dansen op het podium van het paard? Laten we nog even kijken. Zo leuk. En we hebben haar gevonden. Het is Liz. Ze is nu 53 jaar en werkt als laborante. Maar dansen doet ze ook nog steeds hoor. En u vraagt zich misschien af, waarom doen we dit nou allemaal? Nou, we werken aan een documentaire over 40 jaar het paard. En natuurlijk moet Liz daar ook in. Ja, en morgen is Liz al te gast bij Debbie en haar mannen. Ja, dit was het dan helemaal. Meer nieuws is er te lezen op onze website omroepwest.nl. En u kunt het ook horen hoor, 89.3 Radio West. Het TV West Nieuws meldt zich morgenochtend om 7 uur weer. En wij zien u heel graag terug vanaf 5:30 morgenmiddag. Graag tot dan dus. Dag. Dag.